Het verkeersveiligheidsbeleid in Suriname moet integraal worden aangepakt. Deze aanbeveling vloeit voort uit het onderzoek van de wetenschapper Vikash Mohan over verkeersveiligheid in Paramaribo. In het rapport is aangegeven dat het verkeersveiligheidsvraagstuk complex is en drie componenten beslaat die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van verkeersongevallen, namelijk de mens, het voertuig en de fysieke omgeving. Ongevallen worden veroorzaakt door het falen van minstens één van deze drie componenten. De resultaten van het onderzoek werden vandaag gepresenteerd tijdens een mini-symposium over verkeersveiligheid in het hoofdkwartier van het gebouw van de Boy Scouts Suriname Weest Paraat. Dit ter afsluiting van het twinningsproject Tools for Change Suriname, dat uitgevoerd is door de Stichting Betuwe Wereldwijd. Door de Stichting Betuwe Wereldwijd Culemborg in samenwerking met de Stichting Unupiking, de Meester Huber Stichting in Paramaribo en met de WIN-groep Nikeri. De Nederlandse ambassadeur Ernst Noorman zegt dat er ook een duurzame samenwerking uit het project is voortgevloeid tussen de verschillende organisaties. Het kan inderdaad, zoals ik net ook al zag hier in de plaatjes, een enorme winst betekenen voor Suriname, dat als er uiteindelijk veel meer aandacht komt voor het vervoer op de tweewieler, de driewieler, afhankelijk van of de vierwieler, afhankelijk van ook het soort transport, dat de leefbaarheid van de stad enorm kan worden geholpen. En dit project gaat daar een belangrijke bijdrage aan leveren. En daarnaast gaat dit project ook een belangrijke bijdrage leveren aan het vervoer voor gehandicapten, dat er een duurzamere activiteit, een duurzamere vorm is, dat de materialen die hier aanwezig zijn, dat die ook langer houdbaar zijn en gebruikt kunnen worden. Het was gisteren bij een ander programma, de opening, en was ook een afsluiting van het twinningproject. Dat is Special Heroes. Ik weet niet of je dat kent. Special Heroes is een programma in Nederland dat ook hier naartoe is gebracht. En dat is om kinderen met een handicap of met een beperking, ofwel om op cultureel vlak uit te dagen, ofwel op sportgebied uit te dagen. En het was tegelijkertijd een Ready Enable programma van de Ilonka Elmond Foundation, waarbij trainers worden getraind om met kinderen met een beperking aan de slag te gaan. Dus je ziet vanuit de twinning zijn er diverse programma's actief, juist om mensen met een beperking meer ruimte te geven in de samenleving en meer waarde te geven. En dat de samenleving ook hun waarde kan zien en hun potentie en kracht en talenten gaan onderkennen voor de samenleving. Dini Westva, waarnemend onderdirecteur van het onderdirectoraat Jeugdcentra, die zegt dat het einde altijd het begin van iets nieuws is. Zij is er trots op dat door goed samenwerken er een gedegen rapport is voortgevloeid uit het project. Ten tweede kan opgemerkt worden dat de inhoud van het project zich gericht heeft op de integratie van een aantal bijzondere aandachtsgebieden die liggen in het bereik van prioriteiten van het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Ik kan met name noemen het bevorderen van bewegen en het ontwikkelen van de capaciteit van de jonge Surinamers. Vanuit het ministerie verwelkomen wij de externe initiatieven die de problematiek ter hand nemen waar het ministerie haar aandacht op richt. We zien hier een enorme leermogelijkheid voor onszelf en een kans om samen te werken. Ook de raakvlakken met andere aandachtsgebieden zijn voor ons niet onopgemerkt gebleven. Dini Westva, waarnemend onderdirecteur van het onderdirectoraat Jeugdcentra. Het verkeersveiligheidsbeleid in Suriname moet integraal worden aangepakt. Deze aanbeveling kwam uit de bus bij het onderzoek van Vikash Mohan over verkeersveiligheid in Paramaribo.